Tijdens met, um, ja, we spelen uh, een bekerwedstrijd tegen Gent. Een 1-0 achterstand moeten we ophalen. Ja, het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Ja, Nee, inderdaad. Het is uh, natuurlijk wel zo dat we niet gescoord hebben daar. Maar okay, we weten wat dat we wat dat moeten doen. En we weten uh, ja, wat dat we van resultaat moeten halen hier dinsdag. Dus uh, er vol voor gaan. Dat is de enige manier denk ik, om uh, ons te kunnen kwalificeren. Gent is een ploeg van de G5, daar willen ze terug bij horen. Voor ons is het een uitdaging om, uh, om tegen een ploeg van de G5 uh, te gaan voetballen. En, uh, we hebben uh, tegen Standaard uh, hebben de boot in gegaan. We hebben veel te makkelijk uh, de doelpunten gepakt. Maar voor de rest hebben we in die wedstrijd wel getoond dat wij, dat wij ook die ploegen in de problemen kunnen brengen. Dus, uh, het is uitkijken nu, en dat is de, de, de uitdaging ook. Um, we zullen ons kunnen meten met Gent. Maar we moeten zorgen achteraan dat wij de boel dichthouden. Uh, hoe zou de match verlopen volgens het ideale scenario? Uh, ja, dat is natuurlijk dat we, ja, dat we geen tegendoelpunt slekken en dat we zelf uh, twee of drie keer kunnen scoren. Hè. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, denk ik dat we dat wij als, als eerste kunnen scoren. En dan uh, ja, de rest zullen we wel zien. Maar okay, we weten. Uh, ja, dat beslist wordt dinsdag. dus uh, ja, Het resultaat uh, zal het ja, belangrijkste zijn. Je mag alle scenario's schrijven die je wilt. Je mag alle uh, startscenario's schrijven die je wilt, uiteindelijk op het eind van de rit. Uh, Herinner vorig jaar, Serke waar we ook gehoopt hadden om, uh, om eerst te kunnen scoren. Nu, uh, daar heeft Remi Piro zo'n aantal keer behoed van de tegentreffer. Uiteindelijk scoren we dan één keer, zelfs twee keer. En dan maken we toch nog een fout. En, en voilà, dan ga je er uiteindelijk toch nog uit. Dus, uh, Bekerwedstrijden zijn soms heel raar, maar het voordeel is dat we daar toch ook al wel wat ervaring in hebben en dat we weten wat, wat belangrijk is. We ben even ja, een stop gehad. We zijn een week thuis geweest, dus iedereen heeft een beetje ja, zichzelf kunnen herbronnen, zal ik maar zeggen. En ik hoop dat we, dat, we, dat we er toch sterker zullen uitkomen nu. En, ja, het, is, het, is, het is opnieuw een, een nieuw jaar, dus ja, ik denk dat iedereen wel, wel beseft dat, dat de laatste, de laatste maand die onze beste maand was en uh, dat het is om, om dat te herstellen. De steun van ons uh, publiek zal wel heel belangrijk zijn. Hè? Kijk, uh, Kortrijk en de beker, het Kortrijkse publiek en de beker, dat is, uh, dat is een verhaal apart. Hè. Uh, de mensen uh, komen niet altijd mee op verplaatsing in de competitie en dat zien we vaak. Het is al iets verbeterd, dus ik moet hen daarvoor bedanken. Uh, maar in de beker zijn ze er altijd. Ik herinner mij... Uh, toen wij destijds naar Gent gingen, 2200 toeschouwers mee. Toen wij naar Brugge gingen, 1500 toeschouwers mee als tweede klasse. Uh, nu vorig jaar op cerc Brugge weer 2000 toeschouwers mee op verplaatsing. Nu op Gent weer het vak vol, dus weer bijna 1000 toeschouwers mee. Dus ik hoop dat die mensen ook allemaal hier aanwezig zijn, in ons eigen thuisstadion, waar zij weten. Dat ze zo'n belangrijke rol kunnen spelen. Uh, we hebben hier al heel veel bekergeschiedenis geschreven in dit stadion. Dus laten we hopen dat we daar uh, met de steun van de fans opnieuw in slagen.